Goedemiddag, welkom bij Voetbalarena TV. Vandaag hebben wij met 6-1 verloren. Het was een trieste wedstrijd, kan ik u vertellen. We hebben niet alleen gespeeld tegen de tegenstander, maar ook tegen de scheidsrechter. Dit gaf veel frustraties en dat was te zien op het veld. Nou, de speelsters van ons eigen team zijn niet in staat om wat vragen te beantwoorden. Dus vanuit supportend oog hebben wij Carolien bij ons. Vertel, wat vond je dat je dochter vandaag haar rentree maakte als keepster? Ja, ik vond het spannend. Zowel voor haar, maar ook voor mezelf. Ze heeft het goed gedaan. Ze heeft een paar goede acties gehad. Ze kan goede ballen houden, lekker uitgetrapt. En ja, ik ben super trots op haar. Ja, Oké, goed. En wat vond je verder van de wedstrijd? Ja, ik vond het een lastige wedstrijd. Ook voor jullie, we waren zeker wel niet slechter. Jammer dat de schuit een beetje tegenwerkte. Maar ja. Volgende keer thuis dan maken we ze mee. Ja, dat ben ik mee. Heb je nog dingen gezien waarvan je denkt dat kan wel wat beter de volgende keer? Nou, geen idee eigenlijk. Nee, zover gaat mijn voetballen. Gaat mijn voetbalkennis niet. Oké, mooi. Wie vond je de vrouw van de wedstrijd vandaag? Mandy. Ja, en ja. Waarom vond je dat? Nou, ze liep alles lekker dicht achterin. Ze hielp mijn dochter goed met aanwijzingen. Ja, liep gewoon lekker die ballen tegen te houden achterin. Ja, echt top gedaan. Oké, super. Dankjewel voor je antwoord van de vragen. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik wil hiernaast ook nog even Sam, Deborah bedanken en Lisa voor het meedoen tijdens deze wedstrijd. En ik hoop jullie graag volgende week weer te zien met hopelijk een overwinning. Tot ziens.